Super leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik een desk tour doen. Ik ga laten zien wat ik allemaal in mijn laadjes heb zitten en hoe ik het allemaal heb gedecoreerd. Ik moet er ook bij zeggen dat ik echt regelmatig mijn organization, dus mijn bakjes, mijn laadjes, noem het maar op, wel verander. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Dus er is echt een grote kans dat ik over een aantal weken, maanden mijn bureau weer op een hele andere manier zou indelen. Maar ben je benieuwd wat hier allemaal staat? Kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat me vooral weten hoe jij jouw werkplek, bureau zou omschrijven. Is het heel erg clean? Of is het juist heel erg rommelig? Ik moet je wel eerlijk toegeven dat het niet altijd zo spik en span eruit ziet. Maar ja, wel grotendeels van de tijd. Oké, laten we maar snel gaan beginnen. Welkom bij mijn werkplek. Het eerste wat opvalt is mijn neon light. Misschien herkennen jullie die wel. Hij komt van mijn AliExpress shoplog. Hij staat niet altijd aan. Achter mijn computer heb ik zo'n schakelaar. Maar ja, voor nu vond ik het wel leuk om hem aan te zetten. Ja, waar zullen we eens beginnen? Mijn bureau komt van de IKEA. En deze bureau stond al in mijn kamer toen ik mijn kamer ging huren. En ik heb sinds een kort halfjaartje, ik weet het niet exact, dit erbij gekocht. Deze komt ook van de IKEA. Ik merkte dat ik extra opbergruimte nodig had, vandaar dat ik het verhogingje heb gekocht. Hij kost iets van 40 euro, dus het is het waard. Oké, een grote eyecatcher is natuurlijk mijn computer. Ik heb deze iMac al een hele tijd. Voorheen gebruikte ik hem echt elke dag, maar nu eigenlijk niet meer zo vaak. Als ik hem gebruik is het vaak om video's te bewerken, want dan heb ik een groot scherm. Of ik kijk er series op, want tegenover mijn bureau is mijn bed. Dus dan kan ik vanuit mijn bed lekker Netflix kijken of iets in die richting. Hieronder heb ik mijn toetsenbord en mijn muis. En ik vind het heel erg chill dat ik hem hier een beetje onder kan verschuilen. Aan deze kant hebben we een laadje met eigenlijk allemaal random dingen. Ik heb hier een toilettasje met, ja, nagellak, hand sanitizer, een kam, blarenpleisters, een spiegel en eigenlijk nog meer beauty- en verzorgingsproducten. Vaak neem ik zo'n toilettasje mee in mijn tas of als ik ergens naartoe ga. Voor de rest ligt hier random een kam, mocht ik mijn haren willen kammen. Een powerbank. Vaak hebben mijn spullen wel logische opbergplekken, maar soms, ja, leg ik het gewoon op een random plek neer. In het laadje zit ook een opbergdoosje voor mijn sieraden. Deze is van het sieradenmerk Einoer Abbott, waar ik regelmatig social media foto's voor maak. Dus dit is heel erg handig als je op reis gaat. Dan kan je je ringetjes, oorbellen, armbanden, kettingen en zo erin doen. Dus die berg ik hier op, want ik wil niet dat die beschadigd. Ik vind het wel zo fijn om mijn bureau zo rustig mogelijk te houden. Nou, aan deze kant van mijn bureau hebben wij een klein beetje accessoires staan. Als eerst een schelp. Ik ben echt verliefd op dit decoratie-item. Ik heb er twee van. Deze heb ik toevallig op Bali gekocht. En die is iets kleiner dan de ander. En deze wat grotere, die dus op mijn bureau staat, die heb ik van Chanou gehad voor mijn verjaardag. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik wilde ze eerst naast elkaar doen, maar dat vond ik een beetje te druk. Dus deze heeft een ander plekje gekregen. Voor de rest heb ik een geurkaars op mijn bureau staan. Want ik vind het heerlijk om een kaarsje aan te steken in de avond, maar ook overdag. En daarnaast heb ik een bordje met wat verzorgings- en beautyproducten die ik dagelijks bijna gebruik. Dan schuiven we even op naar dit andere hoekje. In dit hoekje heb ik wat kerstdecoratie op dit moment staan. Want ja, het is bijna kerst. Of nou ja, bijna december. En ook hier komt het schelpenelement terug. Dit is een onderzetter en daarop staat een plantje die een beetje dood aan het gaan is. Ik ben niet zo goed in het verzorgen van planten. Een camera, een vintage camera die ik ooit heb gekregen. Ik vind deze echt super leuk. Volgens mij werkt hij niet meer. Hij zit ook helemaal onder het stof. En deze camera staat op een potje. En in dit potje zitten, ze is wat kleingeld, stenen,
heel random eigenlijk. En dan gaan we naar het laadje. En dit is het partijtje. Een bijzonder laadje. Hier ligt mijn brillencollectie. En sinds dat ik samenwerk met Specsavers heb ik echt mega veel brillen. Door de jaren heen heb ik ook verschillende brillen aan moeten schaffen. Omdat mijn sterkte verandert. Maar in de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar heb ik ook aardig wat brillen van hun ontvangen. Dus ja, en die brillen moest ik kwijt. Dus ik heb mijn bril op sterkte, maar ook zonnebrillen. En afgelopen zomer heb ik mijn allereerste Ray-Ban zonnebril gekocht. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja, om al mijn brillen nou in de brillenkokers te laten vond ik ook weer too much. En dit vond ik wel erg handig. Vandaar dat dit mijn brillenstash is. Best wel bijzonder. Ik denk niet dat het heel vaak voorkomt. Ik vind het heel erg fijn dat dit bureau met 2 grote lades komt. En in dit laadje zit op dit moment mijn laptop. En mijn laptop gebruik ik voor school, voor andere dingen. Ik heb sinds afgelopen zomer, denk ik, ik weet het niet meer, een nieuwe laptop aangeschaft. Ik heb meerdere laptops gehad in het verleden, maar ik merkte dat ik toch een hele grote fan ben van Apple. Omdat eigenlijk alles waarmee ik werk van Apple is. En ik had gewoon heel veel geheugen nodig. Dus ik heb echt de beste van Apple gehaald. Dat was een pittige investering, maar ik gebruik deze echt voor school, voor alles. Voor YouTube video's maken. Ik bewerk hier ook op. Dus het is, eigenlijk is de computer een beetje overbodig. Maar ik vind het wel fijn om af te wisselen. Dan hebben we hier een planner van My Stationery. Op dit moment maak ik er niet meer zoveel gebruik van. Maar ik ben van plan om dat wel weer te gaan doen. Maar hij zit in mijn laadje. En voor de rest heb ik een aantal schriften. Mocht ik wat dingen weer opschrijven. Ja, dat zit daarin. Dan ergens in het hoekje verscholen zitten een aantal kleine potjes. Dit zijn olieën voor mijn, moet ik wel even op het woord komen. Ja, het is van het merk Geurwolkje, maar voor mijn aroma diffuser, dat. Ja, die geuren bewaar ik in dit laadje. Ik heb er 5. En dan heb ik een mandje. En dit is eigenlijk mijn rommel slash random mand. Ik heb kerstkaarten, ik heb Starbucks vouchers, ik heb stickers, facturen, nog meer Starbucks vouchers, nog meer kerstkaarten, kaarten, nog meer stickers. Ja, het zijn allemaal best wel random dingen die ik wil bewaren. Polaroids. Ik vind het wel chill om het gewoon in een mandje te doen. Dan kan het mandje gewoon rommelig zijn en dan vermijd ik gewoon dat het hele laadje rommelig is. Zo. Dan gaan we naar de andere kant. Lekker heen en weer. We hebben hier nog een laadje. Zoals ik al zei, verander ik regelmatig de inhoud van de laadjes. En ruim ik alles weer opnieuw op. Kijk ik wat ik nog wil houden, ja of nee. En de inhoud hiervan is op dit moment wel best wel georganiseerd, moet ik zelf zeggen. We hebben hier een kaars. Het is meer een backup kaars. Mocht deze op zijn of mocht ik een andere kaars willen gebruiken. Een random bakje. Ik heb hier helemaal geen plek voor. Eerst stond dit op mijn nachtkastje, maar mijn nachtkastje staat nu helemaal vol. Maar in dit bakje heb ik een koekje voor als ik honger heb. Een pepermuntje. Ik haal altijd, als ik uit eten ga, neem ik altijd een pepermuntje. Maar ik eet ze niet altijd direct op. Dus dan bewaar ik ze. En een random lipstick. Ja, ik hou ook wel van om sommige dingen gewoon een random plekje te geven. Dan heb ik ook mijn Polaroid camera, mijn Instax. Ik maak er niet zoveel gebruik van, moet ik wel doen. Maar ik heb hem hier in mijn laadje liggen voor het geval dat ik eraan denk en hem wil gebruiken. Dan hebben wij kaarten van The Universe Has Your Back. En echt al een hele tijd zeg ik tegen mezelf dat ik me in het universum wil gaan verdiepen. Maar ik maak er gewoon geen tijd voor. Dat vind ik gewoon stom. Ik moet prioriteiten stellen. Maar ik vind het wel heel erg interessant. Want dit zijn allemaal kaarten met teksten. En als je het eventjes niet meer weet, kan je een kaart trekken. En dan helpt het universum je. Nou, de kaart die ik vandaag heb getrokken is When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Maar naast dat deze kaarten je kunnen helpen, vind ik ze er ook heel erg mooi uitzien.
Vandaar dat ik ze ook heb. En ik heb ze dan hier in dit laadje. Dan hebben we een mapje waar ik onder andere... Nee, alleen maar bonnetjes in bewaar. Voor mijn administratie. En dan heb ik hier ook nog wat pilletjes. Namelijk de studeerpil. Ik weet dat hier hele gemengde gevoelens over zijn. Maar ik merk dat het voor mij wel, ja, minimaal werkt. Dus ik heb het. En ook relaxpillen. En ik gebruik dit niet altijd. Maar als ik echt tentamenstress heb of me niet kan focussen, vind ik het wel fijn om eventjes een pilletje te gebruiken. Ik vind het echt heel badass, een pilletje gebruiken. Nee. Maar ik heb het wel. Dan hebben we een heel systeem met pennen, et cetera. Dit bakje komt van IKEA. Echt 9 van de 10 opbergdingen die ik in mijn huis heb, komt van de IKEA. Dus ja, we hebben hier heel veel stiften, pennen. Voorheen was ik wel regelmatig bezig met mijn bullet journal of andere dingen. Maar het is wel handig om mijn pennenvoorraad te hebben. Ik heb ook een klein beetje een zwak voor pennen en stiften, al sinds kleins af aan. Maar ik vind het wel pittig georganiseerd. Ik zou het iets netter willen hebben. Ik vind dat heel satisfying. Maar ja, ik kan het niet compleet netjes houden. Maar dit vind ik top. Beter dan dat het overal rondzwerft. Ook nog wat markers, washi tape, andere kantoorartikelen. En ik heb één vakje die een beetje rommelig is. Maar dat mag. Allemaal random dingen. Zoals magneetjes, batterijen, puntenslijpers. Zulke dingen. Dan heb ik een... Wow, ik heb echt moeite om op woorden te komen. Een plakbandhouder. Alleen mijn plakband is op, dus ik moet even nieuwe halen. Dan hebben we papier. Mocht ik behoefte hebben om te tekenen, zoals dat wat ik hier heb getekend. Ik ben geen kunstenares, maar soms vind ik het wel leuk om even wat te kliederen. Maar mocht ik zin hebben om te tekenen, dan heb ik hier officieel watercolor paper. Maar ik gebruik het gewoon als tekenpapier. En dan hebben we nog ander soort papier. Namelijk black paper. Nou, nog meer allemaal random papiertjes die we bewaren. Dan hebben we nog een voorraad aan washi tape. Die nog mooi in de verpakking zit. Wow. Dat ging smooth. We hebben hier een portemonneetje. En een bundel met allemaal pasjes. Het past er niet meer in dit portemonneetje. Want ja, als je zeg maar dit knopje indrukt, dan zouden alle pasjes omhoog moeten springen. Maar er kunnen maar 6 pasjes in. Dus ik heb het even bij elkaar gedaan. Ik heb onder andere nog wat cadeaubonnen, klantenkaarten, et cetera. Dat heb ik gewoon eventjes bij elkaar verzameld door middel van een elastiekje. Ik weet niet of het heel slim is, maar het zit wel gebundeld. Dat vind ik fijn. Dan hebben we hier mijn reusable straw. To be honest, heb ik hem nog niet gebruikt. Hij was zeg maar heel lang ergens verstopt, dus ik kon hem nooit vinden. Maar nu heb ik hem op een plek opgeborgen waar ik hem makkelijk kan pakken en vinden. Maar ja, op dit moment heb ik stage. Dus ik ben 5 dagen in de week op kantoor en daar gebruik ik geen rietjes. Maar mocht ik een keertje een dagje weggaan, dan weet ik dat ik dit heb. En dan kan ik hem meenemen mocht ik weer een keer een frappuccino of iets in die richting willen drinken. Maar ja, in het najaar drink ik bij Starbucks bijna geen koude dranken. Dus het is nu niet nodig. Dan hebben we nog een pakje voor de Polaroid foto's. En mijn identifier. Want ik zit bij ABN AMRO. En een random SD kaartje. Die moet ik even gaan opbergen. Oké, dit gaan we weer terug doen. Onder mijn bureau heb ik ook nog een aantal dingen staan. Namelijk een mand. En in die mand zit kleding. En die kleding verkoop ik op United Wardrobe. Dus dat is mijn verzamelpunt voor items die ik niet meer wil hebben. En ik heb ook nog een soort van poef onder mijn bureau staan. En bovenop die poef heb ik 3 boeken. Ik heb echt te weinig opbergplek in mijn huis. Echt niet normaal. Ik heb dit gewoon een random plekje gegeven. Ik heb hier een journal van een van mijn favoriete Amerikaanse YouTubers. Namelijk Claudia Zaluski. En toen ze dit uitbracht dacht ik, ha, ik wil dit kopen. Dat had ik direct gedaan. Dus ik vind hem gewoon veel te mooi. En dan hebben we nog een ander boek die ik nog niet heb gelezen. Ik ben heel goed in boeken kopen en niet lezen. Dit heet Morning Medicine. Leek me heel erg interessant en ik vind hem ook heel erg mooi. Kijk, de kaft. So pretty. En in dit boek ben ik al wel begonnen, maar ik ben nog niet zo super ver. Eigenlijk heb ik
steeds random stukjes gelezen. Maar deze had ik voor mijn verjaardag gekregen van Lois. En ik ben hier erg blij mee. Zo, dat was de tour van mijn bureau. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. En of jullie misschien wat inspiratie hiervan hebben opgedaan. Mocht dat zo zijn, laat me weten wat jij nu met je bureau gaat doen. Of mocht jij andere interessante ideeën hebben hoe ik mijn bureau nog beter kan organiseren. Of hoe ik mijn leven überhaupt beter kan organiseren. Laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Mocht je video suggesties hebben, laat het dan ook vooral achter. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!